Ja, moment van de waarheid. Ja. Ah, ik hoop echt dat ik hier geen spijt van krijg. Hè. Ik ga even zien of ik er hier af kan. Recording. Ja, ik snap er niks van. Ik heb nu, kijk, ik heb bijna 50 kilometer gereden. Binnen door. Allee, wel stukken 90 en zo. Hè. Ik heb hem nu al een tweede keer opgeladen ondertussen, maar voor de rest is er niet veel veranderd. Maar nu heb ik wel een bereik zoals ik zou verwachten van de mijne. Op BW haal ik meestal in totaal 150 kilometer. Dit is het verbruik wat ik zou verwachten. Dus ja, is het nu omdat ik verwacht ik te veel van 100 km per uur op de snelweg? Of was er gewoon iets mis met de accu? Ik weet het niet. Misschien zal ik het nooit weten, maar ik zal mijn test nog een keer opnieuw doen. Hij heeft net 100% bereikt. Ik ga mijn test opnieuw doen. Oké, dus we zijn net vertrokken voor een nieuwe testrit op de snelweg. Ik weet nog niet echt 100% zeker wat er mis was, maar ik heb wel het gevoel dat het nu beter gaat gaan. Ik ga een keer 120 rijden hier, maar over 5 kilometer een keer zien wat de batterij dan doet. Dus de eindstand voor een constante 120 in eco-mode over een kleine 5 kilometer. Dus ja, 8% accu voor 5 kilometer. Ik ga dat straks uitrekenen, maar ik ga nu omkeren en mijn 20 km test doen aan 100 km. Dit was al 120 km per uur. Hè. Dus aan die dat is de snelheid waarmee dat ik ook over die snelweg ga. En ik ga manueel op 100 km per uur. Ja, en ik nader nu de exit en kijk mijn accu. Stond daar net op 34%. Het resultaat is hetzelfde. Ik heb behaald een range op de snelweg van 100 km per uur die lager ligt dan 95 km. Ik snap echt niet hoe ik dat met mijn eigen motor in Leuven raak, weten dat dat meer is dan 100 km. En dat ik nog accu overhoud als ik daartoe kom. Ik ga hier nu gewoon even de contact uitzetten. Ik wil zien of dat hem dat magic charging gedoe gaat doen. Hè. 35% als ik hem uitzet, de motor, om 15 uur 48. Ja, moment van de waarheid. Ik sta nu een kwartiertje stil. Ik ga hem nu terug opzetten. Zien of dat hem bijgeladen heeft of niet. Ja, van 35 naar 48%. Hoe zot is dat? Ah, ik hoop echt dat ik hier geen spijt van krijg. Hè. Dat ik niet weer op de snelweg kom vast te zitten. Ja, ik ga mijn test al afbreken, zo van kijk. Hij is al onder de 30 aan het zakken en heeft nu al zo gezegd 20% verbruikt. Ik ga gewoon vertragen naar eco gaan. Die getallen hier, je kunt er niet van op aan. Ik ga het nog drastischer aanpakken, dus ik ga gewoon. Dus ik ben nu echt op de pechstrook aan het slenteren naar 50 km per uur. Dat mijn range verhoogt op die manier en dat ik toch nog thuis raak. Allee, thuis raken is niet mijn grootste probleem. Dus ik kan... Nee, ik heb geen laadkabel mee. Het is vooral zien dat ik van de snelweg raak. Dat is mijn grootste probleem. Ik ga even zien of ik er hier af kan. Want als ik er hier af kan, moet ik niet naar de volgende exit rijden. Ik moet alleen zien of ik hier tussen kan. Wat is dat voor iets? Is dat gesloten? Ja, dat is gesloten. Langs daar kan ik. Of zelf langs hier. Het moeilijkste is al gebeurd, ik ben al de helling op. Oké. Even kijken op Google Maps waar ik zit. Het is maar 14 kilometer naar huis. Kijk, als je die, die met elektrische step thuis geraakt, dan ik ook. Hè. Ik ben aan 48 de snelweg opgereden. Ik ben aan 18 de snelweg eraf gereden. Kijk, en nu gewoon met hier te staan, is hem al van 18 naar 31 opgelopen. Ik heb een klein beetje moeten zeuren. Daar is de snelweg. Dus ik was... De volgende afrit is denk ik rond de 10 kilometer. Dus op zich dacht ik dat zou wel haalbaar moeten zijn. Maar ik zat hier nog maar half weg en ik zat al aan 18% accu niet meer op de snelweg. Dus dat zag er niet goed uit. En ik was eigenlijk al aan het vertragen, maar dat bleef zakken. Ik ben uiteindelijk over de pechstrook beginnen rijden. En dat had eigenlijk geen effect. Ik reed op een duur zelf nog maar 50 over de pechstrook.
En gelukkig kwam ik hier over de pechstrook rijdend. Kwam ik hier die een serviceuitgang tegen met die slagboom. En volgens mij staat hem nu zelf, kijk, van 31 naar 32. En het contact staat gewoon op en is aan het bijladen volgens mij op dit moment. Ik ga hem eens even laten doen. Ik ga nog even wachten voordat ik hier vertrek. Ik heb absoluut geen idee wat er mis is met die motor, maar er is iets mis met die motor. Geen twijfel mogelijk. Ik ga nu gewoon, als de mijne terug is, ik hoop dat de mijne snel terug is, ga ik hier datzelfde testtrajectje van 20 kilometer heen en 20 kilometer terug, ga ik met die van mij ook afleggen. Dan gaat dat zien, ik ga een heel andere waarde krijgen volgens mij. Het kan bijna niet anders. Anders kan ik onmogelijk naar Leuven geraken. Op die manier raak ik niet in Leuven. Ik ben er niet zot van. Ja, nee, ik ga doorrijden. Ik was juist aan het denken, dat ik niet veel zin van te wachten op dat bijladen. Want ja, van zodra je dan effectief rijdt, dan zakt een queenje snel weer naar beneden. Hè. Ja, op weg, ik weet min of meer naar waar ik moet. Ik ben eigenlijk op dit moment gewoon echt blij dat dit hier niet mijn motorfiets is. Nu is hem aan het zakken terwijl dat hem stilstaat. Volgens mij kom ik hier op het containerpark uit. Ik ben niet helemaal... Ja, maar denk het wel. Ik denk dat ik weet waar ik zit.